Ik speel Alice, een rijke weduwe, pianiste van beroep geweest en zeer ziek, eigenlijk terminaal ziek. Heeft ze een kleinzoon die ze eigenlijk een beetje in de steek heeft gelaten. En dat probeert ze goed te maken. Ze loopt continu rond. En ze is, ja. Maar ik denk dat we hebben om te veel te vertellen. Dat is veel, hè? Ja, je hebt gelijk. Ja. Ik denk dat we alleen maar accenten gaan leggen. Die geen accenten verwacht zijn. Dat is Chris Lamme. Dat is Chris Lamme, denk ik. Ja, maar ik zie u niet. Wie ben jij? Ik ben een eenvoudige boerenjongen. Ik ben een eenvoudige boerenmeisje. Dat is niet waar. Spijtig genoeg. Mooi is zeg. Maar dat komt vaak in beeld, dat de scène is daar en je ziet vaak dat gaat belicht worden. Dan draaien van er allemaal af en dat geeft het gevoel dat we daar. Wie heeft dat gepasseerd? Ja, de mensen van Deco, hè. Die hebben dat hier gebouwd in de plaats. Nick, mijn chauffeur brengt ons naar Parijs. Ja. Heb ik hier geen klak op? You see there, that's all the things that were too off mic for me. I totally put them in. So. Ah, hallo. Ik vind dat niet slecht. Ik vind dat niet slecht. Het is goed, hè? Oké. Ik heb met veldplogen gewerkt die had dit werk van vandaag zo laat niet zouden gedaan hebben. Die gewoon dat zouden wakeren en dan gaf ik die toch nog gelijk op. Maar geen dat die jongens allemaal niet. Een nier voor met die ploeg zat. Eerst een draaidek zit erop. Joehoe. Zwaar. Ja, het is wel laat en het is wel een beetje vermoeiend, maar echt super zwaar. Maar ik doe het graag en ik heb mij goed geamuseerd vandaag en dus het valt wel mee. Gaston is een ontzettend leuke mens, heel veel humor. Ik leer er heel veel van, heeft altijd wel een verhaal klaar. Heel leuk. Hetzelfde, die zijn heel interessant. Soms ben ik gewoon stil en luister ik naar die verhalen van vroeger en van nu. En, ja, heel leuk. Hier? Ja. Kunnen we daar eens mee stoppen, alstublieft? Kom, andere die zakken.